Ja, wij zien hier een trotse Prinsenpa met het eerste exemplaar van het Moesblad 24. En ik ga jullie maar meteen om een eerste reactie vragen, Prins Jarek. Ja, dat is toch fantastisch. Mega feestelijk. De jubileumeditie natuurlijk. Dus er is ook uitgepakt. Dat kun je wel gelijk zien. Ja, dat is goed om te horen. Volgens mij hebben jullie een paar fotootjes mogen maken voordat heel de cover compleet gevuld was met jullie. Leuke middag gehad? Ja, hele leuke middag. Ik denk dat het langste fotoshoot tot nu toe was voor het Moesblad. Maar we hebben heel veel leuke verhaaltjes kunnen creëren. Nou, dat belooft in ieder geval wel voor de mensen die hem zo meteen in de bus gaan krijgen. Ik zou zeker zeggen, ga bij de deur zitten, want er valt waar op de mat inderdaad. Uren aan fotowerk, maar zeker ook de inhoud mag er zijn. Met vele stukjes van club. En natuurlijk een jubileumeditie. 66 jaar carnaval, dat gaan we ook zeker terugzien. Jullie hebben al even mogen kijken. Verrast natuurlijk, maar ook blij met het resultaat. Ja, ik heb nog niet alles kunnen lezen en kunnen bekijken, maar ik heb al heel veel gekke, leuke, feestelijke foto's gezien van de vorige carnaval natuurlijk. Daar zijn toch altijd wel de mooie ekken zoeken, hè? Of je vrienden, of je er zelf bij staat. Dat is altijd wel. En sta je er zelf in? Nog niet gevonden, maar ik hoop toch wel mezelf te vinden. Oké, even goed zoeken nog. Prinses, al goed gezocht of je jezelf leuk op de foto ziet staan? Ja, heel af en toe zie ik mezelf al voorbij komen. Oké, fijn dat jullie er ook in staan, want er hoort er natuurlijk bij Prinsenpaar ook in deze jubileum uitgave. Goed, dan nog een laatste vraag, want mensen zitten natuurlijk driftig te wachten. Wanneer kunnen we wachten? Wanneer kunnen jullie samen al die moesbladen rondbrengen? Even kijken, wanneer hebben we nog tijd? Volgens mij hadden wij nog een gaatje op 26, 27 en 28 januari. Ja, toch? Ja. Dan komen wij bij iedereen langs de deuren. Kleine bijdrage hoeft niet, wordt wel gewaardeerd voor al het harde werk en alle andere dingen die Stichting Carnaval natuurlijk opzet. Wordt zeker gewaardeerd. Maar mocht je niet thuis zijn, mochten we je missen. Kunnen ook nog naar de groente en fruit en de supermarktzaak. Albert Heijn, Jumbo en? De Spijker. Wat ziek idee. Zoals het hoort bij elke officiële opening, wordt ook het Moesblad 24 officieel geopend. Hey! Ja, feestelijk. Ja. Hoera!